Al ruim 2 jaar banen graafmachines zich een weg door deze regio. Er wordt enorm veel grond verzet. Dat is een complex werk, maar er wordt ook gebruik gemaakt van een sterk staaltje techniek. We staan bij de nieuwe aansluiting Gaiazo in Kerkrade. Willem, we staan tussen enorme hoeveelheden zand. Vrachtwagens rijden af en aan. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier bezig met het grondwerk. Maar voor we kunnen starten met het grondwerk hebben we best veel werkzaamheden die we moeten doen. We moeten de milieukundige kwaliteit van de grond weten. We moeten de civiel-technische kwaliteit van de grond weten. Dat betekent, is het zand, is het grind, is het grond, etc. Of je het kunt gebruiken in een weg. Oké, dus je hergebruikt het zand? We proberen zoveel mogelijk her te gebruiken. Helaas kunnen we niet alles hergebruiken. We hebben bij de buitenring te maken met totaal 5 miljoen kuub grondverzet. Om een beetje beeld te geven hoeveel dat is, stop je het in een vrachtwagen. En die vrachtwagen zet je allemaal achter elkaar. Heb je een file vanaf Amsterdam naar Barcelona. Van Barcelona terug naar Amsterdam. En nog een keer op en neer naar Parijs. Enorm veel. Heel veel, ja. En werkt dat dan zoals ik, als leek denk, die haalt hier een beetje weg en dat gebruik je op een volgend stuk weer? Dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen, want als we het maar 1 keer vasthouden, kost het minste geld. Alleen we hebben ook te maken met wegen die open moeten blijven, percelen die nog niet beschikbaar zijn. Dus het is een heel gepuzzel en de grondbalans, de rode draad in de planning naast de verkeersverzering. Oké, maar dus dat betekent dat je niet alle grond kunt hergebruiken? Nee, we kunnen niet alles hergebruiken. We proberen veel binnen het project her te gebruiken. Door het landschap aan te kleden, maar er wordt ook heel veel grond afgevoerd. Ik zie in het zand allemaal verschillende lagen, verschillende dieptes. Maar hoe weet de machinist nu waar hij precies moet beginnen met graven? Nou, al onze machines zijn uitgerust met een totaal Trimble GPS systeem. Hierin staat het complete ontwerp wat het straks moet worden. Het eindontwerp staat hierin verwerkt, dat kunnen we ook zien. Dat is een mooi bovenaanzicht. Hier kan de machinist precies zien waar hij staat, wat hij moet maken. Hij heeft verschillende dimensies. Hier kan hij een mooi lengteprofiel zien, een dwarsprofiel. Hier kan hij heel goed uithalen hoe ver hij nog moet zakken, hoe breed hij nog moet gaan, etc. En is zijn aandacht dan vooral gericht op het GPS-systeem of toch naar buiten? Of een combinatie? Ja, in principe moet hij allebei in de gaten houden. We hebben buiten verschillende lagen wat we tegenkomen. We hebben kleilagen, grindlagen, zandlagen. Dat kunnen we in het GPS-systeem niet naar voren laten komen. En alleen wat we hier naar voren kunnen laten komen is het ontwerp. Dus hij moet beide volgen. Hij moet buiten kijken wat er komt, wat er vrijkomt. Maar hij moet ook nog zijn ontwerp volgen. Van de 26 kilometer uiteindelijke buitenring worden zo'n 14 kilometer gebruikt aan bestaande wegen. Die dus omgebouwd worden tot buitenring. We staan hier op de N299, de verbindingsweg tussen Brunssum en Kerkrade. Tom, we staan hier precies op zo'n deel dat uiteindelijk buitenring gaat worden. Ja, we staan hier op de bestaande N299 die voor 6 kilometer omgebouwd wordt tot een nieuwe buitenring. En waarom hebben we juist hier afgesproken? Nou, de Reeweg, dat is de verbinding, de weg al hier, die wordt afgesloten op 31 oktober. En dan gaan we deze ombouwen tot de nieuwe verlegde Reeweg. Oké, dat is één van de vele verbindingswegen, toch? Ja, en Landgraaf zijn er totaal 4 verbindingswegen die hier doorheen lopen. Maar waarom pakken jullie die ombeurten aan en niet alle 4 bijvoorbeeld tegelijkertijd? Nou, we moeten natuurlijk zorgen dat voor de bewoners en inwoners van Landgraaf dat er altijd een verbinding blijft. Dus daarom blijven altijd 3 van de 4 verbindingen blijven open in Landgraaf. Ook hier blijkt maar weer hoe belangrijk een juiste afstemming is tussen verkeer, werkzaamheden en ook de omgeving. Voor meer informatie over de afsluiting van de Reeweg en de bereikbaarheid rondom Landgraaf kunt u kijken op de website waar alle informatie te vinden is. Tot over 2 weken.